start was al bijzonder in 1979. De zesdaagse was begonnen en de speaker viel uit met stemproblemen. En toen kreeg ik een telefoontje of ik dus inderdaad wilde aantreden. En ik had nog nooit geen baanwedstrijd gedaan. Ik heb even met mijn toenmalige vriendin, die inmiddels mijn vrouw is, overlegd. De open haard werd uitgemaakt en ik ging naar Rotterdam. En ik zat een half uur later achter de microfoon. Men houdt hier in Rotterdam zeer nadrukkelijk van mooie sport. En die mooie sport wordt hier geboden. Bovendien is men innovatief bezig. Dat betekent dat men steeds nieuwe dingen brengt. En dat betekent dat het publiek dat op de juiste waarde inschat. En men graag terugkomt. Men zegt dat is een spektakel. Daar willen we de volgende keer ook bij zijn. Kortom, er zit een groeipotentie in. En dat is prachtig. Absolute concentratie, geen enkel moment verslappen, want als je de zaak even uit het oog verliest, dan ben je de wedstrijd kwijt en dan kun je dus moeilijk weer terug inpikken. Je moet gewoon doorlopen, blijven volgen. Het is een zeer spannende en inspannende aangelegenheid en ik probeer er elke keer iets moois van te maken. Deze editie is waanzinnig spannend, want ik zou zeggen het Nederlandse duo Theostra met de Fransman Bourdais, die moet het wellicht allemaal kunnen. Maar we hebben top Belgen, we hebben top Duitsers, we hebben concurrentie die er bepaald niet om ligt. Met de warmte van mijn stem probeer ik het publiek op de juiste temperatuur te krijgen. Je moet inderdaad opbouwen naar de climax en wanneer de renners demareren moet je meteen in het wiel. Want als je later begint, dan ben je al te laat. Begin je te vroeg, dan zegt het publiek wat gebeurt hier allemaal en er gebeurt helemaal nog niks. Dus je moet op het juiste moment demareren. Elke dag je database up-to-date houden en verder moet je feeling hebben van welke renner komt eraan, hoe ziet hij eruit, hoe zit hij op de fiets, wat zijn zijn bewegingen. Je moet hem herkennen op grote afstand. Als je moet gaan kijken welke rugnummer hij heeft en dan in je boekje van wie het is, dan ben je dus te laat. Maar als je al kunt roepen, daar komt hij en dan meteen de naam erbij, dan ben je een vakman. Ik hou van sport in zijn algemeenheid. En fietsen was een tak van sport die mij op jonge leeftijd al intrigeerde. Ik was op 7, 8-jarige leeftijd al bezig om uitslagen in schriftjes te noteren, klassementen te maken enzovoorts. En ik ben natuurlijk uit het zuiden des lands afkomstig en de wielerbacillen zijn daar ruimschoots aanwezig. En daar ben ik dus ingetrapt. Nooit. Want mijn vrouw die weet dat ik er veel verstand van heb. Ze gaat het, de discussie ook niet aan. Maar ze zegt, doe jij maar jouw ding en doe ik mijne. En samen doen wij ook nog een ding.